meegedaan aan het project Our Stories, hè? Ja. Waar ging dat over? Het ging over vluchtelingen en ik zit nu in de derde. En welk beeld wij zeg maar, over de vluchtelingen hadden en hebben gekregen. En we hebben verhalen en gedichten geschreven over de vluchtelingen en over de reis die ze maken. En hoe het leven daar was en hoe het nu is veranderd. En denk je dat ze het ontmoeten van een vluchteling of eigenlijk een new neighbor, wat voor verschil is dat met daarvoor? Nou, het maakt het veel persoonlijker. Want ik denk dat de meeste Nederlanders denken als een groep, de vluchtelingen. Maar nu is het, je krijgt ze echt in de klas, zeg maar. Dus het is, ik weet het niet. Het is zeg maar, je leert ze kennen. En, want wat viel op bijvoorbeeld bij van het verhaal van Shumaila? Nou, ik wist wel zeg maar dat er bijvoorbeeld in Pakistan heel slecht met vrouwen om werd gegaan. Maar wat mooi is dat ze weet dat ze gevaar loopt om op te komen voor vrouwenrechten en voor vrouwen sowieso. Maar toch doet ze dat. Toch zet ze die stap om toch te gaan doen. Dus dat vind ik mooi. Ja. Ja. Denk je dat het inspirerend is voor de andere kinderen, ja, leerlingen? Ja, ik weet niet voor iedereen, maar voor mij zeker wel. Om gewoon op te komen voor waar je in gelooft. Of het nou anders is dan wat andere mensen denken. Of, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Ja, vanuit je kracht, vanuit je passie. Precies. Waar je van, waar je in gelooft. Gewoon daarvoor opkomen. Want jullie hebben een paar weken kranten gemaakt, gedichten, wat je zegt. En dus jullie zijn echt met het onderwerp bezig geweest. Mm-hmm. Zie je ook, was het ook een gesprek dat jullie onderling hadden met elkaar? Het was wel, we waren heel, toch wel eigenlijk. We waren in groepjes verdeeld. En de ene waren bezig met de kranten en de andere die maakte weer collages en dat soort dingen. En het was toch wel, je had het toch wel met elkaar over, wat denk jij eigenlijk, hoe het zit en wat is de oplossing en wat vind jij ervan dat er zoveel vluchtelingen nu in Nederland komen wonen? En dus dat was toch wel een beetje het gesprek wat er werd gevoerd, ja.